Jeetje, het heeft lang geduurd voordat we weer verder gaan, maar we zijn er weer! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Eindelijk, ik ben er weer, jullie enige echte zeep. Nou, mijn stem heeft zich eigenlijk helemaal 100% hersteld. En kunnen we dus eindelijk verder met ons project Final Fantasy, waar ik al heel lang eigenlijk weer zin in had. Maar niet kon vanwege dat ik niet goed kon voice acten. Goed, wat is er nou gebeurd in de vorige aflevering? In de vorige aflevering hebben we Limblim verder helemaal onderzocht en zijn we erachter gekomen dat er een hunting festival is, waar we aan mee mogen deelnemen, wat hartstikke leuk is. Dus het eerste wat je doet is heel erg belangrijk. Kijk eventjes niet naar wat je kan leren en noem maar op, want dat boeit ons allemaal niet. Het eerste wat we willen doen is ons sterkste zwaard equip op dit moment, wat we bij ons hebben. Dit is zeker heel erg belangrijk, aangezien dat we dus zeg maar veel vijandjes moeten verslaan in zo'n kort mogelijke tijd. Dus vandaar. En ik vergeet mijn timer aan te zetten. God, wat beginnen we alweer goed. Oké, nou, we moeten dus zeg maar naar de luchttaxi toe om ervoor te gaan zorgen dat we dus geweldig kunnen gaan vechten. Dus, ja. Dus we hebben de Towler hebben we ook opgegeven. En de Towler die had zoiets van, ja, ik weet niet of ik daar wel geschikt voor ben. Maar ja, met zijn magie kan hij eigenlijk heel erg goed weer, ja, aan de gang. Maar ja, hij heeft dus gekozen voor een kaart. En ja, een kaart, het is nou niet echt waar we naar aan het zoek zijn. Wilma B die heeft gekozen voor een add-on. Dat zal een equipment ding zijn die we makkelijk kunnen kopen. Dus de beste prijs die we dus kunnen krijgen op dit moment is dus eigenlijk toch de, ja, het geld wat wij voor hebben gevraagd. Dus we moeten winnen. Wat een rumoer. Echt serieus, prinses. Ze zijn je aan het doen alsof je gewoon een publiek bent. Verschrikkelijk. Oh, stil. Laten we alsjeblieft. We hebben hier een perfect uitzicht over wat er gaat gebeuren. Je hebt wel gelijk. Ik zie de hele stad. Prinses, kijk. Meneer Towler, meester Towler, doet ook mee. Ik kan niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Hij was nogal een beetje teruggetrokken eerder. Meester Towler, de prinses en ik, wij jeugen voor jou. Je kunt het. Kom op, Towler. Je kunt het. Oké. Nee, meester Towler, nee. Kijk uit. Oh god, oh nee, ik kan niet meer kijken. Serieus, Towler, je kunt niet winnen bij alleen maar weg te rennen. Een goede aanval is een goede verdediging. Aanvallen. Je kunt niet verliezen naar dat aapje Zeepie. Ja, zo moet het. Doe het. Wat zijn ze toch vriendelijk naar mij. Nu is je kans, nog een keer. Towler achter je. Kom op, laten we gaan. Zo, die Roy die heeft er zin in. Nou, dan kon ik dus eigenlijk, die tekst kon ik dus eerder niet doen. Nee, dat was verband met de stem. Maar goed, je ziet dus op de klok dat we 12 minuten hebben. En in die 12 minuten willen we zoveel mogelijk vijanden gaan verslaan. Nou, we beginnen dus zeg maar bij deze district. En great Scott. You have to come back with me. Where? Back to the future. Ik denk dat het gewoon Emmett Brown was hoor, laten we het daar gewoon op houden. Maar ja, zoals ik al zei, als je dus zeg maar je sterke zwaard hebt, zoals je al ziet, we hebben dus nou zeg maar een dubbel zwaard, wat ik heel erg fijn vind. En wat we moeten doen is, ja, wij worden een keer aangevallen, maar als ik me niet vergis kan dit een one hit zijn. Yeah. Nou, en hoe meer vijanden dat je dus zeg maar verslaat, hoeveel meer punten dat je krijgt. En degene, als de tijd op is, met de meeste punten, die wint. Nou, we leiden nu in 12 punten, omdat ja, dat beestje was dus zeg maar 12 punten waard. We zagen daarachter ook nog een beestje, maar dat beestje maakt niet zo erg veel uit. Wat je eigenlijk praktisch wil doen, is je wil gewoon eigenlijk rondlopen. Je ziet hier een vogeltje. Vogeltje, kom hier. En ja, je wil zoveel mogelijk vijanden in dat progress verslaan. Dan moet je wel goed de klok in de gaten houden, want als je nog maar 4 minuten hebt, dan wil je zo snel mogelijk naar de business district toe. Want je mag dus zeg maar naar andere districten van Limblim toe. Om dus zeg maar andere vijanden te verslaan. En er zit een heel groot beest dat verschijnt in de business district als je nog 4 minuten op de klok hebt. Dus daarom wil je de klok toch een beetje in de gaten gaan houden. Oké, de Strange Gourmand. Ik heb geen idee wie deze. Oké, nou als we dan hier even gaan kijken, dan zien we dat hij daar zeg maar een probleem heeft. Oh, daar hebben we zo'n klein beestje. Zo'n klein beestje, zo'n klein beestje. Komt toch eens buiten spelen. Ik vind het wel vervelend dat Leroy niet voor mij juicht. Ik bedoel, serieus. Mijn prijs is toch veel meer waard. En ik dacht dat het was om teamwork te. Ik kan niet wachten om die roesbak te dumpen. Echt. Ik ben echt moe van die roesbak. Oké, Rush. Oeh, dat deed eigenlijk best wel veel schade. Hoe kun jij in één keer zoveel schade doen? Ik serieus, we hebben jou al verslagen in eerste forest waar we eigenlijk kwamen. Dus, hoezo? Ja. Yeah. Dus.
Ik moet wel zeggen dat ik de muziek wel helemaal geweldig vind. Even kijken, we hebben nu 42 punten. Hier zit verder niks meer. Dus echt een hele spannende opbouwmuziek. Ene Belna! Ja, dat boeit ons niet. Oké, genoeg muziek gedaan. Want anders ga ik de hele tijd meelopen zingen. Heel eerlijk gezegd ben ik veel meer vergeten dan een audiotestje te doen. Dus daarmee synchroom ik hem dan maar op de... Ik ben helemaal vergeten. Het is zo lang geleden dat ik er heb opgenomen. En ik weet, het is misschien net bijna een week of zo. Want de vorige aflevering had ik op vrijdag opgenomen. Vrijdag, zaterdag. En ja, ik ben eigenlijk helemaal zo overhyped dat ik eindelijk weer een keertje mag opnemen. Dat ik dus totaal vergeten ben om gewoon dus zeg maar een opnamesessie te doen. Nou vergeet, nee, it's locked. Oké. Okay. Maar ik ben dat dus helemaal vergeten. Echt domme zeep. Is niet slim. Oké, nou in ieder geval, we kunnen dus nou zeg maar naar een ander district toe. Dus business district is degene waar we als laatste naartoe willen gaan. In verband met de grote vijand waar ik het al over heb gehad. Je kunt potions gebruiken tijdens dit gebeuren. Het enige nadeel is wel van op het moment dat je naar je status select screen gaat, kost het zeg maar kostbare tijd. Kost het kostbare tijd. Probeer dat maar eens drie keer snel te gaan zeggen. Kost het kostbare tijd. Kost het kostbare tijd. Dus ja. Oké, nou hoop ik wel dat mijn microfoon goed staat. Want ik zit hier echt heel mijn setup ondertussen te checken. Ik ben heel goed voorbereid. Oké. Ah. Een katje wordt achterna gezeten door een... Dat katje wordt achterna gezeten door een beest. Hè? Driemaal is scheefrecht. Weet ik veel. Waarom niet? Driemaal. Andermaal! Op je muil! Dus ja, deze vijanden, die knip ik er expres. Waarom begin ik elke keer met een leeg balkje? Je hebt ook wel eens dat je met een volkbankje begint. Maakt niet uit. Nee, maar het... ja, de reden waarom ik deze battles er nou niet uitknip is omdat het is zeg maar van een minigame die verplicht is. Een beetje zeg maar als andere Final Fantasy games die hebben ook af en toe wel eens een minigame waar je echt in mee moet doen. Op zijn minst één keer. Maar dit is ook maar één keer te doen in het spel. Dus mocht je dit nou verliezen, ja, dan raad ik toch echt aan om het overnieuw te doen. Nou zie je dat ik even potions nodig heb. Dus doe ik even snel even healen. Zoals je ziet, dat kost een beetje kostbare tijd. Ik weet niet wie al die andere mensen zijn, maar we moeten zoveel mogelijk vijanden gaan verslaan. Dus Oké, nou, dit was weer zo'n vogeltje. Nee, dit is zo'n blauw beest. Volle balk! Nou! Ik heb het is totaal random hoe vol dat je balk is, zeg maar, op het moment dat je dus gaat aanvallen. Nee hoor, ga je... Steen. En ik snap niet hoe dat hun in één keer zoveel schade kunnen doen. Ik bedoel, we hebben ze ook al in de forest. Dan deze net iets van 20 schade of zo. Misschien net iets meer, misschien iets minder. Maar nou al gelijk 70 of zo, dus... Nou ja. Belma die lead. Daar ben ik niet blij mee. Ik wil leaden. Ja, jullie zijn bijna geen ene frick waard. Kom hier jij. Even genieten van het muziekje. Oké, nou we hebben nog 6,5 minuten. We hebben nog meer als genoeg de tijd, zeg maar, voordat de grote vijand eigenlijk verschijnt. En jij doet ook alweer steen. Auw, waarom mogen jullie niet de hele tijd eerder aanvallen als ik? Zo nog meer. Ik begin Zelda nou toch wel een beetje te missen. Even over Zelda trouwens. Ik had heel veel reacties gekregen over waarom heb ik Zelda geen Shawnee genoemd. Want dat zou dus veel beter zijn. Blablabla. Oh, Wilma B is in de leiding. Nou, omdat ik namelijk al een karakter heb die ik van plan ben eigenlijk zeg maar... er is al een karakter waar ik dus al naar zat te denken om die naar Shawnee te gaan vernoemen. Dus Shawnee komt in de Let's Play. Maak jullie alsjeblieft geen zorgen. Oké, we hebben nog 5 minuten. Dat gaat dus helemaal goed komen. Dus, want we hebben nog niet alle karakters. We zitten op dit moment zitten we dus zeg maar op 5 karakters. En er komen nog meer karakters. Dus... Oké, nee, we hebben eigenlijk onze eerste critical gehad. Nice, 500 schade. Gaat alleen maar de goede kant op. Hoe meer schade dat we doen, hoe beter. Dus nou moet ik heel eventjes... ja, even wachten toch. Zo. Oké, nou, wij zitten op 95 punten. We hebben maar 2 punten verschil, zeg. Hier zit verder niks meer. Ja, dan kunnen we alvast zoetjes aan naar de business district gaan. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Want daar zit dus zeg maar het sterkste vijandje van het spel. Of ja, van het spel. Tuurlijk, van het spel. Kom mij nou. Zo, Wilma B is echt die... Die gaat helemaal los. Zo een goede vecht. We hebben Wilma B nog niet echt in actie gezien. Aangezien dat we nog niet met Wilma B hebben mogen vechten.
Maar dat zal heel erg snel komen, want Wilma B is wel zeg maar die een party member gaat worden. Want elk karakter in Final Fantasy die je een naampje mag geven, dat wordt dus zeg maar een playable character. Dus ah, dit vind ik zo niet fair. Oh, hoi. Oké, nou. Volgens mij was het alleen maar weer zo'n vogeltje. En ik moet dadelijk niet vergeten te healen, omdat er komt dadelijk dat grote beest aan. En waarom? Wil mijn balkje niet gelijk gewoon vol starten? Daar wil je niet vrolijk van. Drain. Jongen, je hebt al vol HP. Dat is zinloos. Hoeveel schade doet mij daar? Nee, dat doet me 40. Ik bedoel, wow. Lekker belangrijk. Oké, nou. Daar ik eventjes healen snel. En dan gaan we naar die grote vijand. De vijand der vijanden. Oké. Wilma B, die is echt aan een rickroll, hoor. Die is echt enorm ons aan het ponen op dit moment. Oké, daar hebben we weer zo'n... Weet je zo'n ding? Slash. Doe me denken aan... Eerst moest ik weer terug naar de tandarts en... ik moet namelijk een gaatje... En dan die verdoving, echt... Dan is het zo moeilijk om te praten, joh. Dat is zo te praat. Dus woensdag... toen met... ja, even kijken. Wat is dan woensdag? Ja, woensdag heb ik... zeg maar die dingen gedaan en... Hoezo ben jij niet in één dood? Ik heb nog maar 3,5 minuut. Ik moet nu naar die grote baas toe. Kom op. We moeten er nou even tempo in maken, want dat beestje staat er nu. Kom op, hup, weg jij. Oh boy, oké. Even snel weer de potions gebruiken, want we moeten bij de grote baas echt goed geheeld zijn. Kom op nou. Potion. Oké, we zitten weer vol. Oké, er wordt eventjes nou tijdrovend. Oké, we zitten... Wilma B, die staat aan de voorkant. Geen beestje zie ik. Mooi. En hier... hebben we onze grote vijand. Sleepy! Help! Hey grote jongen, draai eens om en laat mij eens eventjes op jouw gezicht. Goh, wat ben jij lelijk. Laat mij. Welke stem gebruik ik? Laat mij helpen. Ik moet wel een beetje doordrukken, want anders. die tijd. Oké, maar ik krijg hem om hem af te maken. Ik heb een. Ja, met Zelda, weet je wel. Je bent raar. Maar oké, als jij dat wenst. Nou, sorry hoor, Wilma B. Dus. Oké, dus we hebben nu 2 minuten en 20 seconden om dit beest af te maken. Dit beest geeft de meeste punten. Dus dit is wel een grappig. En dit is ook de eerste keer dat we Wilma B zeg maar in actie zullen zien. Nou, het enige wat we met Zeepie willen doen is aanvallen. En met Wilma B wil je als eerste die jump aanval doen. Waardoor dat, we eigenlijk dus zeg maar Wilma B die zal dan... Oeh, heef. Ouchie, is 120 schade. Oké, dat maakt niet uit. We overleven het wel. Maar we moeten hem wel hebben verslagen voordat zeg maar de timer op is. Dus oké, we hebben nou dat gedaan. Jij blijft eventjes nou aanvallen. We doen op zich wel decent schade. Als hij nou Thunder gaat doen, dan is dat best wel pijnlijk. Oké, Wilma, jij moet heel eventjes een potion op mij gaan gooien. En dan geef ik hem nog wel een keer een klap op zijn gezicht. Want hij is lelijk. Nou, kom op, we hebben nog maar 1,5 minuut. Oké, klapje gegeven. Oh, daar was hij al. Nice! Nou, zoals je dus ziet, we krijgen nergens geen experience voor, maar we krijgen dus wel een enorme puntenboost hiervan. En als je dit beest eigenlijk hebt verslagen, dan kom je dus praktisch eigenlijk automatisch op de eerste plaats. En hoef je dus ook niet meer bang te zijn, zeg maar, tot de eerste plaats van je ontnomen wordt. Dus ik raad wel aan om nog eventjes, kom je nog een vijand tegen, om die toch nog heel eventjes te verslaan, heb je daar de tijd voor natuurlijk. Nou, we hebben nog een minuutje, dus ik ga heel eventjes kijken. Nou, we hebben hier nog een Fang toevallig. Effecties zijn op zich ook wel goede punten, maar dus ik denk dat we dit wel in de zak hebben. Ik denk dat we dit wel aan kunnen. Ik denk dat we hier wel goed mee zitten. Ik ga niet weten hoe vaak dat ik nog ik denk ga zeggen. Oké, dus. Natuurlijk mag jij weer als eerste aanvallen en jij mist. Haha, jij bent hartstikke mis. Kabushki! Nou, toch gaat het een paar puntjes. We hebben nog 25 seconden. Ja, het nadeel is, ik denk niet dat de punten meetellen op het moment dat er 0 was. Tenminste, zover ik de laatste keer heb gespeeld niet. Dus we pakken nog heel even snel die vogel. En dan denk ik dat we op zich wel goed zitten. 10 seconden nog. Ik vind het echt zo vervelend. Je hebt een tijdslimiet, maar heel die cutscene van de camera dat hij eromheen draait. Ja. Sla hem. Telt hij nog? Boom, bitch.
Ik denk dat hij niet eens meer telt. Al heb ik hem eigenlijk een klap gegeven voor de tijd. Maar ik vind het zo jammer dat die cutscene er nog helemaal omheen draait. Van, hé, draait de camera eens rond. En de tijd is om. Nee, hij telt niet meer. Maakt niet uit. De tijd is om. En de winnaar is... Zeepi met 225 punten! Yay! Ik vind het wel leuk hoe dat ook daar de victory muziek eventjes begint te draaien. Heerlijk! Dat was geweldig. Allemaal voor jullie. Ja, mijn stem is lekker veranderd, alsof ik een week nu weer gevoorzaakt heb, maar dat maakt niet uit. 225 punten. Gefeliciteerd, jongen. We geven jou, deze Master Hunter, en natuurlijk ook je beloning die je hebt gevraagd. Dus we krijgen de Master Hunter en we krijgen 5000 chill. Dat is enorm geweldig is. En natuurlijk de Master Hunter waar we niks aan hebben. Gefeliciteerd, CP. Natuurlijk ben jij hier wel weer nummer 1. Maar bij Mario Kart kick ik jouw ass ook al, ja. Dankjewel. Regent. Alsjeblieft. Vergeef mijn onderbreking. Ik breng dringend nieuws van onze koning. De koning van Bemusia? Sire. Je moet hem niet je eigen laten zien op de, zoals je er nou uitziet. Alsjeblieft, kijk nou eens goed naar hem. Een verwonding heeft hem verblind. Ga verder. Onze koninkrijk is aangevallen door een onbekende kracht. We zijn enorm in de minderheid. We hebben backup nodig, zo snel mogelijk. De vijand lijkt op een leger van mages met ja, van die petjes op. De king en ik zijn hele goede vrienden. We zullen reinforcements met backups gelijk sturen naar Bemusia. Dankjewel, regent. De koning en heel Bemusia zijn je dankbaar. Ik moet terugkeren nu. Breng hem naar de EHBO. Het is te laat. Het is te laat. Goed zo, Zelda player. Het is te laat. Hij is weg. Het is een wonder dat hij zo ver is gekomen. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt. Dit is een probleem. In verband met het festival zijn er echt weinig mensen maar in het kasteel. Het gaat tijd kosten om het te organiseren. We hebben geen keus. Roep de vierde... roep de vierde bewaking die eigenlijk de grens aan het bewaken is. Maar als we de vierde, dan hebben we onze ogen niet meer op Alexandria. Luister, Bemusia zijn onze vrienden. We moeten ze helpen. Stekelig gekroonde hoedjes. Stekelig gekroonde hoedjes. Ze zijn misschien Black Mages. Als het ouder. Dat kan niet. Kan het mijn moeder zijn? Ik moet nu gaan. Ik kan niet hier wachten en niks doen. Ik moet wachten op de backup. Ik ga mee. Nee, dit is niet... Dit heeft niks met jou te maken. Oh, wat is dit? Ben ik nou in één keer een vreemdeling of zo? Ik bedoel, serieus. Ik ga niet terug even kijken hoe dat jouw huis, zeg maar, vernietigd wordt, oké? Okay? Dank je, Zeepie. Graag gedaan. Mag ik meekomen, alsjeblieft? Ik bedoel, ik wil weten wie hun echt zijn. Natuurlijk, jongen. Oké, dan. Laten we naar Bemusia gaan. Prinses! Dit is echt gevaarlijk. Het heeft niks met ons te doen. Leroy heeft gelijk. We weten niet of Alexandria erbij zit of niet. Maar als de Black Mages erbij zitten... Zeepie, jij weet waar ik het over heb. Ja, ik weet wel waar je het over hebt. Als mijn moeder hierachter zit, dan zal ik haar laten stoppen. Dat beloof ik je. Ik denk dat het beter is als jij hier blijft. Wat? Luister, we weten niet wat we daaraan kunnen treffen. Heel erg simpel, dus... Ik heb al heel erg gevaarlijke dingen heb ik overleefd. Wat is het verschil? Zelda, dit is oorlog. Kom op, mensen gaan dood. Dat weet ik. Oké, hoeveel voelde je toen je die Bemusian soldaat die je net dood zag gaan? Hoe voelde je daarbij? Ik voelde me bedroefd natuurlijk. Gewoon... Bedroefd. Niet bang of iets in die trend. Ik bedoel, serieus, je hebt nog niet eens... Je hebt het kleinste ideetje nog niet eens hoe gevaarlijk dat het is. Serieus, je kunt vermoord worden.
Ik bedoel, dit is geen tijd om eventjes jou te vertellen van... Hé, misschien is het je moeder of niet. Of misschien om je moeder tegen te houden. Daar hebben we nou de tijd niet voor. Dit is oorlog. Maar... Nu is het niet de tijd om daarover te bekvechten. Waarom heb ik eigenlijk dezelfde stem als Wilma B? Ik weet het niet. Ik gooi stemmen door elkaar heen en daar word je niet vrolijk van. He's right. Hij heeft gelijk. We moeten naar Bemusia zo snel mogelijk. Wil jij alsjeblieft de draken... De Dragon Gates openen? Ja, maar... Ja, natuurlijk. Als jullie bij lopers gaan, dan moet je via de gates is het beste. Sorry dat mijn stem heel eventjes moest veranderen, maar hij leek te veel op Wilma B. Maar laten we eerst eten, want serieus, met de lege maak kunnen we niet. En het duurt eventjes voordat ik voor het hek open gaat. Dus ja, vandaag, in die trend, doen we het zomaar. Vooruit dan, voice acting. Gaat maar goed. Ah, eerste aflevering. Niet mijn uitleg, alsjeblieft. Be gentle. Zo. Yay, ik heb zo'n honger. De Festival of Hunt is een van de grootste en oudste tradities. Het begon al vijf eeuwen geleden. Het is eigenlijk te gebruiken om alles dan te eten met onze handen. Dus kom op, schiet op. Tas toe voordat het koud wordt. Dankjewel, oom. Nam, 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 nam. Zo lekker. Laten we gewoon eten. Ik bedoel, we kunnen niks doen ondertussen tot het hek open gaat, dus... Je hebt gelijk. Hé, hey, is niet slecht. Prinses, dit is geweldig. Hoe smaakt alles? Waarom ben je niet aan het eten? Sorry. Je hebt wel gelijk. Alles ziet er zo lekker uit. Zeker. Ik bedoel, serieus, deze biefstuk. Het is superb. Echt, zoals mijn oude moedertje het maakte. Geweldig, Leroy. Het boeit ons niet. Oh, ik zit zo vol. Ik word er slaperig van. Plof, plof. Zelda? Wat? Nee, nee! Het voedsel is vergiftigd! Oh, hoe kon ik zo roekeloos zijn? Oh, ik word ziek. Ah, nee, nee, dit gaat niet goed. Vergeef me, prinses. Ik had het moeten proeven voor vergiftiging. Serieus, dat is onmogelijk. Er zal niks in jouw eten moeten zitten. Wat? Nu dat je dit zegt. Ik heb nergens geen last van. Hoe wist je? Prinses! Nee, jij hebt toch niet... Het is geen vergiftiging. Het is gewoon een medicijn die Zepi me heeft gegeven. Serieus, het is sleeping weed. Alsjeblieft, het ging niet zoals dat ik het had gepland. Leroy, ik moet mijn eigen besluiten maken. Ik had geen keus. Oom Sid zal me niks achterlaten en zal me hier gewoon alleen maar in de kerst opsluiten. Net zoals wat er gebeurde in Alexeria. Ja, maar dat is alleen maar omdat hij zich zorgen maakt over jou. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar... Nee, je begrijpt het niet. Ik serieus, oorlog is een verschrikkelijk ding. Je moet nooit ervaring hebben in oorlog zoals ik het heb. Het spijt me, prinses, maar ik kan je niet volgen met orders die dus zeg maar jouw leven in gevaar zouden brengen. Dat kan ik niet. Maar wat als Alexandria bezig is en achter de aanval is van Mercia? Ik bedoel, dat kan een hele grote oorlog worden tussen drie geweldige nations. Vele onschuldige mensen zullen doodgaan. En dat wil ik nog eens een keer. Ik bedoel, ik ben de prinses van Alexandria. Er moet iets zijn wat ik kan doen. Ik moet mama helpen. Ik wil niks zien dat er iets met haar gebeurt. Oké dan. Prinses, ik zal je volgen naar welke richting dat je ook kiest. Dank je. Nou, laten we gaan voordat iedereen wakker wordt. Zelda, je bent gemeen. Het spijt me, Zepi. Ik had je nooit moeten redden. Kom mee. Oké. Nou, ook dankjewel. Eigenlijk een beetje zeg maar een middelvinger in mijn gezicht. Zelda, waar ga je naartoe? En goedemorgen, daar zijn we weer met de hele party. Zijn we weer helemaal wakker. Oh, het zal wel een soort van slaapmedicijn zijn geweest. Ja, het was sleeping weed. We zijn te grazen genomen. Ik heb er wat gegeven omdat ze zei dat ze problemen had met slapen. Ik ben onder de indruk. Er is, zij heeft meer als dat ze eigenlijk eruit ziet dat ze zou hebben. Serieus, wat is haar, wat denkt zij wel niet? Misschien gaat ze wel naar Bemusia. Dan heb je misschien de kans om haar nog te volgen. Touwler, wakker worden. We gaan naar Bemusia. Laten we via Kenzemiko Grotto gaan. Ik bedoel, wanneer dat we daar doorheen zijn, zijn we in Bemusia. Ja, je kunt via de Dragon's Gate.
Die staat op de laagste verdieping. We gaan de grond. Daar kun je naartoe. Dat is het makkelijkste. Oké dan, dus dank jullie wel voor het kijken naar dit. Nee, ze sluit hem niet af. Dus we hebben nou zeg maar een missie. Zelda die heeft ons verraden door ons in slaap te gaan. En die is dus zelf op eigen houtje verder gegaan. En op dit moment moeten we dus zeg maar naar de Dragon's Gate. Om dus te gaan kijken wat ons daar voor gevaarlijke dingen staan te wachten. Dus zoals altijd gaan we dus naar de begaande grond. En wil ik jullie dus danken voor het kijken naar deze aflevering. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de aflevering. In de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat natuurlijk een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Want die worden zeker op prijs gesteld. Dus ja, in de volgende aflevering gaan wij dus zeg maar weer naar de open wereld toe. Ik loop nog heel eventjes naar de andere kant naar de Serpent Gate om daar nog even een kistje te pakken. Dus omdat ik altijd een zo gigantisch lang slotwoord heb dat je daar gewoon niet vrolijk van hoort. Omdat ik de video wil eindigen. Maar ik vind het leuk om jullie te praten. Dus ik ben blij dat Final Fantasy weer terug is. Zoals ik al zei, de heist van GTA die staan op pauze. Aangezien dat ik het weekend ook weer enorm vol zit. Ben ik van plan om morgen gewoon dus weer verder te gaan met Final Fantasy. Dus morgen weer een nieuwe aflevering van Final Fantasy. Dan gaan we eens kijken wat er in Bemusia allemaal te doen is en wat er gebeurt. En ik dacht dat er een kistje zou staan, maar die staat hier dus niet. Dus, ik vind het hier langs de zee wel een hele mooie plek om hier eigenlijk te stoppen. Dus ik dank jullie voor het kijken en hoop jullie morgen allemaal te zien. En dan gaan wij onderweg naar Bemusia. Of misschien toch niet. We zullen het zien. Doei!